Binnenkort, om wat preciezer te zijn, mogen we weer naar de stembus. Het gaat om de verkiezingen van de provinciale staten en van de waterschappen. Om de mensen wat beter voor te bereiden, heeft de bibliotheek in samenwerking met de organisatie ProDemus een avond georganiseerd, jongstleden maandag 2 februari in de bibliotheek. Uiteraard was RPL TV en Ruiter Troef daar aanwezig. En na afloop spraken wij met enkele kandidaten uit onze regio voor deze verkiezingen. Ik ga nu in gesprek met... Teus van Oosterom. Ik ben in het dagelijks leven veehouder in Woerden op het mooie Geestdorp. En wij hebben een melkveebedrijf met 60 melkkoeien. En dat heb ik samen in maatschap met mijn vrouw. Wij... Zijn daarnaast ook maatschappelijk actief. Mijn vrouw als wijkverpleegkundige en ik ben vroeger in kerkelijk jeugdwerk actief geweest, maar de laatste, pak een beet, 25 jaar als politicus in verschillende functies. Ik heb in de gemeenteraad gezeten en in de provinciale staten. Wat vindt u de belangrijkste taak voor de provincie? De provincie zorgt in hoofdzaak voor de fysieke leefomgeving. Dus dat leg ik altijd het liefst uit aan de hand van de wegen. Dus wij onderhouden de provinciale wegen en we leggen ook nieuwe aan. En zo gaat het ook eigenlijk in de hele fysieke leefomgeving. Dus je onderhoud en nieuw waar het nodig is. En dan moet je denken aan natuurgebieden en natuurlijk ook bedrijfsterreinen waar die aangelegd worden. Dus de ruimtelijke ordening, zeg maar, in grote lijnen. Bedrijfsterreinen, woningbouw. Wat zou een statenlid voor de gemeente Woerden kunnen betekenen? Ik denk heel veel. Als wij zien hoe beleidsterreinen worden voorbereid, dan duurt het altijd een lange periode. Bijvoorbeeld een weg aanleggen, dat is een voorbereidingsperiode van 15 jaar. En in dat traject is steeds alertheid geboden. Dus je kunt dan informatie uitwisselen en elkaar op de hoogte houden. En dat zou een goede zaak zijn. Nou, voor Utrecht is de bereikbaarheid heel belangrijk. Utrecht ligt midden in Nederland. Dus bereikbaarheid door dat kruispunt in Nederland heen is heel belangrijk. Voor Woerden geldt eigenlijk datzelfde. Want Woerden ligt midden in het Groene Hart. Het Groene Hart ligt voor een groot deel ook buiten Utrecht. En om die reden is het heel belangrijk dat de provincie goed samenwerkt met de andere overheden in het Groene Hart. En ervoor zorgt dat die bereikbaarheid door het Groene Hart heen goed is, want midden in de Randstad, je bent zo in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Heel belangrijk voor mensen die 's ochtends in de file staan. En ik denk dat de provincie daar een hele belangrijke taak in heeft. Dit jaar is er op 18 maart iets bijzonders aan de hand. Want eigenlijk is het 3 voor de prijs van 1, om het maar even zo te zeggen. Wil je dat even toelichten? Nou, het is eigenlijk voor het eerst dat nu de waterschappen en de provincie tegelijkertijd verkiezingen hebben. En de provincie, de provinciale staten, die kiezen met 3 maanden ook weer de Eerste Kamer. Dus mensen die de moeite nemen om te gaan stemmen, die kunnen heel veel inspraak hebben. Omdat ze daarmee eigenlijk dus in 3 verschillende bestuurslagen hun stem terugzien. Meneer Van Bork, zou u ons iets naders willen vertellen over het waterschap? Ja, ik kan er heel lang over vertellen, maar ik hou het kort. Het waterschap waakt over de veiligheid van onze dijken. Zorgt ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd. En zorgt er ook nog een keer voor dat het water weer schoon wordt gemaakt in het waterschapsgebied met rioolzuiveringen. Dat zijn de 3 kerntaken. En daarnaast zorgt het waterschap ook voor een deel van het landschap. Natuurpaden aanleggen, natuur ontwikkelen samen met natuurorganisatie. Zorgt ook voor monumentenzorg. Bijvoorbeeld het oude gemaal op Kamerik Teilingen wordt nu opgeknapt met steun van het waterschap en zorgt ook voor recreatie door zorgen dat mensen kunnen kano varen, vissen en kunnen wandelen over de dijken. En ja, dat zijn eigenlijk wel de grote kerntaken van dit waterschap hier. Oké, maar is het beslist noodzakelijk dat het waterschap een aparte organisatie is of is het onder te brengen in bijvoorbeeld provinciale staten? Want ik heb begrepen dat het budget voor dit jaar, voor 2015, iets van 125, 130 miljoen is. En 20% daarvan wordt al ingenomen door loonkosten. Ik dacht dat het geld wat meer was. Ik heb het bedrag niet helemaal precies in mijn hoofd. Ik dacht iets van 150 miljoen en daarvan iets 40 miljoen loonkosten. Ik heb het niet helemaal precies, maar kijk, er werken zo'n 400 mensen daar bij het waterschap. En die hebben wel een hoop zorg voor de dijken. Die moeten de boeren achter de voren zitten dat ze de sloten weer schoonmaken. Die hebben de rioolgemalen onder hun beheer en dat zijn er heel wat. En uiteraard de muskusratten vangen, want
Die zijn onlangs overgekomen uit een andere organisatie en die zijn bij dit waterschap ondergebracht. Ik weet niet precies hoeveel dat zijn, maar het zijn er een heleboel. Want er gaat geloof ik 9 of 10 miljoen euro in om bij muskusrattenbestrijding. En ja, dat is helaas bittere noodzaak. Oké, maar als ik de loonsom tel, deel door het aantal medewerkers, dan is het toch een bovenmodaal gemiddelde wat gerealiseerd wordt. Ja, maar kijk, dat heeft wel te maken met kostbare investeringen. Die gemalen, er moet nu een nieuw gemaal worden gemaakt in Utrecht. En dat kost iets van 110 miljoen euro. Ja, dat is geen kattendrek natuurlijk. Daar heb je wel geld voor nodig. Ja, dat is duidelijk. En u vroeg ook nog of dat niet beter kon worden ondergebracht bij provinciale staten. Ja, die discussie is natuurlijk al zo vaak gevoerd. En de OESO, dat is die grote organisatie in Parijs, die heeft Nederland op enig moment geadviseerd van die waterschappen. Dat is de meest fantastische organisatie die je kan bedenken in de wereld. Dat moeten jullie vooral zo laten. En dat is toen voor de overheid, zeg maar de wetgever, reden geweest om het inderdaad zo te laten. Want er waren plannen om het onder te brengen bij de provincies. Dan krijg je overigens weer allerlei afstemmingsproblemen, want water houdt zich niet aan provinciegrenzen. Dat is het hinderlijke van water. Waarom mensen op de Partij van de Arbeid moeten stemmen, is omdat de Partij van de Arbeid heel hard inzet op eerlijk delen en sociaal. De Partij van de Arbeid zich heel erg hard maakt voor het creëren van meer banen, stageplekken. Maar ook voor natuur en milieu. En dat is vooral ook aan de westelijke kant van de provincie, denk ik, een heel belangrijk item. We willen het groene hart hier groen houden, open houden. En ondanks dat wij hier ook ruimte willen maken om te wonen en voor bedrijven, vinden we het ook net zo belangrijk om het open en groen te houden. En dat rijtje punten wat u nu opnoemt, dat is bij de PvdA meer en beter verzekerd dan bij uw geachte conculega's. Ja, wonen en banen, dat zijn onze speerpunten in een mooie omgeving. En ja, ik denk dat dat bij ons in ieder geval in hele goede handen is. Oké, hartelijk dank voor uw toelichting en veel succes met de aanstaande verkiezingen. Dank u wel. Graag gedaan.